Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo beschikt binnenkort over een holmium laserapparaat. Dat is een apparaat waarmee de kleine, hardnekkige niersteentjes kapot gemaakt en uit het lichaam verwijderd kunnen worden. De uroloog uit Tilburg, Paul Kill, zal namens zijn stichting Dutch Stone de schenking doen. En als de kijkers dit zien, ik weet niet of dit zo duidelijk in beeld komt, dan kan ik begrijpen dat ze een beetje teleurgesteld zullen zijn. Als ze zeggen, komt hij nou voor dit ding helemaal uit Nederland om dit aan ons te geven? Nou, dank u wel en gaan we weer gauw terug naar Nederland. Maar dit is maar het eindproduct, het allerlaatste stukje waarmee je dus het resultaat bereikt wat je wilt bereiken. En wat willen we met die holmium laser doen? Daar willen we nierstenen mee kapot schieten die op een andere manier niet verwijderd kunnen worden. Behalve dan met een groot litteken, een grote operatie. En dit kleine fibertje stelt ons in staat om nierstenen te bereiken en kapot te knallen, inwendig kapot te schieten, dus via de natuurlijke weg en dan de kleine stukjes te verwijderen. Dus het is een heel apart apparaatje, maar het ziet er heel simpel uit. Hoe is de werking? Want ik zie dat u... Waarom ziet het er zo simpel uit? Kijk, deze draad moet aangesloten worden op een heel groot apparaat. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de holmium laser die buiten de patiënt staat. En deze draad die gaat inwendig bij de patiënt naar binnen. Dus de laser die staat hier eigenlijk buiten. Die hebben wij aangekocht. Die hebben we gedoneerd aan het Academisch Ziekenhuis. En die moet nog op transport gezet worden om hier ingezet te worden. Mm-hmm. Dit dingetje kun je niet zomaar in het lichaam steken natuurlijk. Daar heb je een buisje voor nodig. Dat je heel voorzichtig, en Sima heeft het hier al vast, dit noemen we een scope. En deze scope die kunnen we zo bij een patiënt via de natuurlijke weg naar binnen brengen. En er zit een lamp op en water op. En precies kun je door de bewegingen hier in de hendel, kun je die punt sturen. Zodat je komt waar je zijn moet. En als je dan op een gegeven moment zegt van, nu zie ik de steen in de urineleider, hè, dat is tussen de nier en de blaas, dan breng je deze laserfiber in. Helemaal naar binnen. Als die wil passeren. Mm-hmm. En daar gaat hij. En deze zit dus bij de patiënt. En dan kom je hier aan. Dan komt die fiber naar buiten. Ik weet niet of u het in beeld kunt brengen. En dan sluit je hem aan op het laserapparaat. En dan knal je als het ware die steen inwendig kapot. Deze zogenoemde operatie geschiet volgens de uroloog heel snel en de patiënt houdt er geen littekens aan over, omdat het draadje via de urineweg in wordt gebracht. De holmium laser kost bijkans 50.000 euro. Dit geld heeft Kill bij elkaar gebracht met behulp van vrienden en het ziekenhuis waar hij zelf werkzaam is. Eerder heeft de stichting een niersteenvergruizer geschonken aan het AZP. De schenking van het holmium laserapparaat geschiet in samenwerking met Skin Glens onder de bezielende leiding van Sima Jemidar. Zij organiseert op vrijdag 7 april in het kader hiervan een sociaal project in Residence Inn. We zijn allemaal sociale mensen, dus we doen iets voor de samenleving terug. En dit was een welkome verrassing, als het ware. Mm-hmm. En toen ik in contact kwam met de dokter, en hij stond gelijk open. En in november bij ons eerste lustrum was hij er ook aanwezig. Hij heeft een hele mooie lezing gehouden samen met ons. Dat was ook heel erg druk bezocht. En omdat er een vervolg daarna, de vraag was heel groot. Ik werd constant gebeld en gemaild van wanneer komt de dokter weer? We willen wel weer, we willen meer informatie. Mm-hmm. Dus vandaar dat we vrijdag 7 april weer de lezing houden. Weer zo'n lezing houden. En dan hebben we geluk gehad, dankzij dokter Ramzoek, die vroeg van, naar zo'n, in de wandelgangen spraken we hem. En hij zei, het zou prettig zijn als hij zoiets zou hebben om de patiënten hier te kunnen helpen. En dankzij Paul Kill is het toch gelukt in zijn foundation om het apparaat al zo snel in Suriname te hebben. Ja. En we zijn hem heel erg erkentelijk daarvoor. Ja. Skin Glens directeur Sima Jemidar. De uroloog Kill legt nog uit dat mensen nierpatiënten worden door tal van oorzaken, zoals familiaire erfenis of een gezwel in de nieren. Hij benadrukt dat mensen die dialyseren jaren kunnen leven als zij zich aan de regels houden. Uroloog Kill geeft als tip mee: veel drinken en niet te veel zout gebruiken.